yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, all troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. May the Yuletide get. From now on, all troubles will be miles away. Yes, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. Hoe gaat u de kerstmis dit jaar beleven? Zoals altijd, heel gezellig. En ik vind het altijd een hele leuke tijd in zo'n decembermaand. En eigenlijk vind ik het altijd een beetje, na kerst het al een beetje wel minder worden. En zeker oud en nieuw doet me niet zoveel, eerlijk gezegd. En dan komt januari, hè, en dan is alles op. Dan moet je afbouwen. Dus dat is jammer, maar goed. Maar we gaan niet bijvoorbeeld naar Spanje of zo overwinteren. We vinden het heerlijk, die wisseling van de seizoenen. En die kou die hoort erbij. Dus. Gaat hij nog iets heel speciaals doen? Nee hoor, ik ga gewoon gezellig thuis en misschien een keer uit eten en zo. En de nodige kerstconcerten zelf meedoen of inderdaad naartoe gaan. Dat is bij ons altijd vast te prikken, het solistenkoor van Sint-Petersburg in Wittem. Daar gaan we altijd naartoe, die zingen prachtig. En zelfs zingen we zelf ook wat, dus gewoon een gezellige maand. Duidelijk. Hebt u nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Geniet ervan. Het is maar eenmaal in het jaar, zou ik zeggen, kerstmis. En daarna dan, is de versiering weer weg en dan gaan we weer over tot de normale gang van zaken. Hè? Hoe gaat u de kerst doorbrengen dit jaar? Met de familie, hè? Kinderen, kleinkinderen. Lekker thuis. Geen speciale dingen wat u nog gaat doen met kerstmis? Nee. We zijn altijd gezellig thuis met de kinderen. Ja, ik wens iedereen een fijne feestdag en gelukkig nieuwjaar. Ook de mensen die het niet zo goed hebben, wens ik een heel gelukkig leven. Vooral samen. Samen met familie, met vrienden. Zo gaan we hem beleven. Gaat u nog iets speciaals doen? Nou, ja, heel veel mensen uitnodigen. En lekker eten en lekker drinken. Er was een heel leuk filmpje op de YouTube, twee kleine kinderen. En toen vroeg het ene kind aan de andere, wat is dat kerstmis? En toen deed dat jongetje die deed zo. Nou, dat vond ik leuk.
dit zegt alles. Dankjewel. Goed. Gewoon gezellig met de familie. Heb je nog een speciaal evenement op het programma staan of gewoon alleen maar thuis? Nee hoor, gewoon rustig thuis. Ja, allebei de dagen. Heb je nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Prettige kerst. En mevrouw? Jazeker, prettige kerstdagen. Geniet ervan. Reeds in 2016, vlak voor kerstmis, werd de afspraak gemaakt en in de agenda's vastgelegd. Het college van BNW van Gulpen-Witten zou in 2017 weer helpen met de kerstversieringen in het Dr. Akkenshuis. Met in de ene doos de guirlandes, in de andere doos de kerstballen, met de nodige aanwijzingen van activiteiten begeleid door Fanny Kloo, met ondersteuning van gemeentesecretaris Jos Kusters. Zo werd het karwei vakkundig geklaard. Bij elke deur werd een prachtige kerstversiering aangebracht. Love.
Wat gaat u met Kerstmis doen dit jaar? Lekker bij elkaar zitten. Beetje knuffelen, genieten van het gezellige licht. En slapen bij de televisie. Dat gaat u doen helemaal in de familiesfeer of gaat u nog iets speciaals doen? Nou, een beetje wandelen en de rest familiesfeer. En dan ben ik ook wel blij dat het weer achter de rug is. Oké, heb je nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Ja, misschien een beetje meer tot bezinning komen. En je het minder aan verloedering doen op alle gebieden. Nou, met de familie en de kinderen en thuis. Geen speciale evenementen op het programma staan? Nee, eigenlijk niet. Heb je nog een boodschap voor onze kijkers voor dit jaar voor Kerstmis? Ik hoop dat ze net zo fijne kerstmisdagen krijgen als wij hebben. Met de familie samen of met vrienden. En de mensen die alleen zijn, dat die toch nog vereerd worden met een of ander bezoekje. Lekker thuis. En één dag bij een vriendin met de familie. Nog het speciaal, gaat u nog speciaal ergens naartoe met de kinderen of met de kleinkinderen? Ik zie u naast u staan. Nee, de kleinkinderen komen, of kleinkind komt naar mij toe. En voor de rest gewoon lekker niks. Kerstmis is niet moeten, maar mogen. Okay, prima. Heb je nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Geniet van de dagen. Wat is dat moeilijk. Oké, dankjewel. Fijne feestdagen. Dankjewel. Nou ja, eigenlijk met veel vrienden. Maar ja, het is zo wie het is. Nou, als ze zich melden, dan meld ik me ook. En velen melden zich eigenlijk. Maar ik vind het heel fijn Kerstmis te beleven. Dat is zo harmonisch en lekker warm. Vind ik, met Kerstmis. En nu op het moment ben ik met een goede vriendin aan het inkopen. En nu heb ik een paar artikelen voor de Kerstmis gehaald. Ik vind het heerlijk. Je hebt maar geen speciaal evenement op het programma staan? Nee, niet echt, nee. Eigenlijk wil ik met mijn buurvrouw in de stad rennen en naar de kerstmarkt gaan. En Kerstmis gewoon thuis verbrengen. Oké, heb je nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Ja, graag. Ik wens jullie allemaal een heel fijn, lekker, warm, gezellig en gelukkig, vooral met familie, Kerstfeest. En ik wens jullie een hele fijne, goede sprong in het nieuwe jaar. Oké, dankjewel. En dat is echt gemeend. Want het is heel zelden dat de mensen nog bij elkaar houden. En blijf bij de familie, dat is belangrijk. Vooral met feestdagen. Ik wens jullie het allerbeste. Dit boek heet Geen Stille Nacht. Want er is een liedje dat heet Stille Nacht. Ze noemen de kerstnacht ook wel de Stille Nacht. Maar de herberg hier, nou, die had geen stille nacht. De herbergier was erg gesteld op een goede nachtrust. Maar die nacht werd er op de deur geklopt. Vol, zei de herbergier. Maar we zijn moe, we hebben dag en nacht gereisd. Om de hoek is een stal, hier zijn twee dekens, even tekenen graag. En dat deden ze, Maria en Jozef. Hij deed de deur dicht, klom de trap op, kroop in bed en viel in slaap. Even later werd er weer op de deur geklopt. Het spijt me, kunt u ons misschien nog een andere deken lenen, een kleinere? Hier, een kleinere deken, zei de herbergier. Hij deed de deur dicht, klom de trap op, kroop in bed en viel in slaap. Maar toen maakte een verblindend licht hem wakker. Dat kan er ook nog wel bij, zei de herbergier. Hij deed de deur dicht, klom de trap op, sloot de gordijnen, kroop in bed en viel in slaap. Even later werd er alweer op de deur geklopt. Wij zijn drie herders. Nou en? Zijn jullie je schapen kwijt? Wij zijn op zoek naar Maria en Jozef. Om de hoek, zei de herbergier. Hij deed de deur dicht, klom de trap op, kroop in bed en viel in slaap. Even later werd er voor de zoveelste keer op de deur geklopt. Wij zijn de drie koningen. Wij zijn gekomen om de hoek, zegt de herbergier. Hij deed de deur dicht, klom de trap op, kroop in bed en viel in slaap. Maar toen verstoorde hemels gezang zijn nachtrust. Nou is het mooi geweest. Hij klom uit bed, stommelde de trap af, gooide de deur open, rende de hoek om, stormde de stal binnen en wilde net iets gaan zeggen toen... Sssst, fluisterde iedereen. Je maakt de baby wakker.
baby? Vroeg de herbergier. Ja, vannacht is er een kind geboren. Oh, zei de herbergier. En hij keek boos aan de kribben. En precies op dat moment voelde hij plotseling tot zijn stomme verbazing zijn woede verdwijnen. Oh, zei de herbergier. Wat een kanjer. Hij vond de baby zo bijzonder dat hij alle gasten in de herberg wakker maakte, zodat zij ook naar de stal konden gaan. Niemand deed meer een oog dicht die nacht. Einde. Kijk, en dan heb je hier nog een tekening van het kribbetje met het kindje Jezus erin. Zat einde. Ja, goed. Hoe gaat u de kerst dit jaar beleven? Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Geen tierlantijntjes. We hebben de kerstboom al opstaan. En voor de rest, gewoon rustig aan. Gaat u nog iets speciaals doen met de kerstmis? Nee, de kinderen komen en dat is speciaal genoeg. Heel relaxed. Kalm aan. Oké. Hebt u nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Ik wens iedereen een prettige kerst. Dat is de wens die ik heb. Nou, met de gewone familie, hè? Kinderen, kleinkinderen. Thuis, gezellig. Geen speciale evenement op het programma? Geen speciale evenementen, gewoon gezellig met elkaar. Oké, heb je nog een speciale boodschap voor onze kijkers voor kerstmis? Nou ja, goed dat iedereen die ik speciaal ken, prettige feestdagen en een prettig nieuwjaar. Hè? Hoe gaat u de kerst dit jaar beleven? In ieder geval samen met het gezin, met de kinderen en de schoondochters. En dan gezellig samen koken en de dagen samen verbrengen. Gaat u nog iets speciaals doen daarnaast? Want het zijn natuurlijk een paar dagen. Nee, het is met name lekker binnen blijven. En er gaat veel tijd tussen aanleidingstekens verloren aan het koken. En dat moet er nog allemaal opgegeten worden. Cadeautjes uitpakken en dan zijn de dagen wel om, denk ik. Heb je nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Nou ja, in de algemene zin is het in een tijd waarin ik denk de verdraagzaamheid misschien wel eens een ander punt moet zijn voor iedereen. Tot het allemaal wat verdraagzamer wordt. Het is allemaal wat opgevakt. We maken ons wat druk om dingen die misschien helemaal niet zo belangrijk zijn. Laten we een keer verdraagzaam zijn voor elkaar. We gaan de kerst dit jaar thuis doorbrengen. We hopen met de kinderen dat ze langs kunnen komen. Dus geen speciale evenementen dit jaar? Nee, we hebben geen evenementen. We hopen alleen dat de kinderen komen en dat is hoogwaarschijnlijk de tweede kerstdag dat ze even langskomen met z'n allen. En dan maken we er een gezellige dag van. Oké, heb je nog een speciale boodschap voor onze kijkers? Wat wel gezellig is met kerst, gewoon wat gezamenlijks doen. Wandelen, spelletjes doen, dat zijn de leukste dingen met kerst. Je hebt ook nog een toevoeging, of niet? Nou, voor de kerstdagen niet zozeer, maar ik hoop voor volgend jaar dat we een vredig 2018 zullen hebben. Het Wiendorp Wilder had misschien wel een van de kleinste kerken in de regio, maar sinds een paar jaar wel de grootste kristal. En die werd gebouwd door enkele vrijwilligers op het dorp in samenwerking met het kerkbestuur. Goed, wie komt er op het idee om zo'n grote kristal te maken? We zijn ooit 10 jaar geleden begonnen met een kristal te maken. Dat was alleen dat we de eerste kerstmarkt in Waarwieler houden. En er wordt ons gevraagd, zou die met je maandag willen een kristal maken? Dit wordt eigenlijk ook de kluiten gewassen. Op een gegeven moment komt het zonnetje en met de auto aan. Ik koel hem zo erin ervaren, zo goed wordt hij eigenlijk. Bij van toen besloten we gaan weer elk jaar wel een kristal bouwen. Ja, en die werden vanzelf groot, omdat voor levensgrote heiligen erin aan staan. Werd de kristal vanzelf natuurlijk vrij groot. En ja, één keer is het groter, dan ben ik langer. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren het formaat tamelijk toe het nemen. Dat kunt. Van hand voorbeelden gepakt van de Kriepen DE. Want ze kiezen ze allemaal die kling kristalkes. Die doen het voor in de richtige maatvoering pakken. Ja, en dan werden ze soms erg goed voor die proporties een beetje eruit te houden. En die werd eigenlijk toch groter, wie we eigenlijk in eerste instantie voor ogen houden. En een bovenkunning aangevraagd? Ja, ik denk dat je vrij groot van de gemeente kind. Alles binnen de 6 meter bij 6 morgen eigenlijk 6. En dat blijft voor honger. En dat is tijdelijk, werd weer afgebroken.
Juist wie bij de meeste lui heen en in de meeste kerken, kunnen het christkindje zelf pas op christavond in de crypte liggen. Christavond werd het door de pastoor of door het donnervootje bij dan de Heer Jezus. Dus waarschijnlijk zal het wel een pastoor reinen, zie je dat je daar kunt onderbrengen. En dan werd het in de cryptstaal gelegd. Het boewerk voor de kerk in Wilder is er goed genoeg voor. Maar toch wordt het geen levende kristal. Nee, ja, dat zou ik wel een keer willen, maar het is toch heel veel organisatie. Ja, en hoeveel deze is met een heel kort tijdbestek. We zien natuurlijk wel dat veel lui langskomen en hun kindje in het teken leggen door leuk aandenken met de kerstmis, met zijn klein babytje aan zich het. Mijn levende kerst zou best wel een keer ja, willen, maar dan moesten we met een enige evenement hebben. En de laatste keer is dat gewerkt bij Waardwieler 800 jaar. Want voor de laatste keer de levende kerststel gaan. Wie zijn de reacties van de lui eigenlijk hier in het dorp? Heel positief. Niet alleen van het dorp, maar ook van wandelaars die voorbij komen. Gedringen blijft even stoeren, even een praatje maken. Wat een geweldige staal werd het. Hè? En dan zien ze nog maar het geraamte, dus dan is ze nog niet eens volledig klaar. Nee, ze is erg, erg positief. De Klinkse kerk, de grootste staal. Zo kent het wel zijn bij jou, ja. Ja, ja. Say.